Nu gaan we een iets geavanceerdere techniek toepassen. We gaan proberen objecten en meer bepaald objecten van het type werkblad te gaan gebruiken in een LibreOffice tekst document, dus in een writer document. Dus we hebben ons gekende writer document, genk.odt. Als we daar een beetje naar beneden scrollen, dan ga je zien dat op de volgende pagina een tabel aanwezig was. Die tabel hebben we gewoon aangemaakt in Writer zelf. Dat is een tabel die ook wel een automatische telling doet, maar het is geen volledige werkblad of Excel werkblad zoals jullie dat kennen van Microsoft Office. Nu, je kan in plaats van een gewone teksttabel te maken, kan je ook gaan werken met echte objecten in Writer. Hoe doe je dat? Je kiest voor invoegen, object en dan olé object. Dan kan je kiezen of je een nieuw object wilt gaan maken of dat je een koppeling wilt gaan maken met een bestaand bestand. Dus stel dat je zegt, ik wil hier gewoon een werkblad onderdeel maken in een tekstdocument, dan kan je dat. Je kan ook een presentatie gaan toevoegen, een formule gaan toevoegen. Dat zit in een ander onderdeel, in een ander instructiefilmpje. Ik ga het nu houden op een werkblad, zodanig dat ik je ga laten zien dat je daarmee kan gaan werken. Je krijgt dan eigenlijk niet een LibreOffice Writer document, maar een LibreOffice Calc document dat geëmbed wordt of ingebouwd wordt in een bestaande Word of in ons geval Writer document. Dus je kan zien dat je dat document ook kan vergroten. Je ziet dat het in kolommetjes kan bijgewerkt worden. En misschien zie je het van boven ook al. Er komt een formulewerkbalk bij, net zoals dat we in Calc zouden werken. En hier kan je gewoon gaan werken. Stel dat je zegt, dit is kolom A, kolom B, kolom C en in kolom E komt mijn totaal. Dan kunnen we daar wat fictieve waarden in gaan plaatsen. Ik ga het nu heel eenvoudig maken. 4, 5 en 6. En in kolom 7, 8 en 9. Zo kunnen we de opmaak verfraaien. Het is net alsof we aan het werken zijn binnen Calc. Ook hier, dit gaan we centreren. Die opmaak gaan we laten staan. Alles wat hier gaat moeten komen, gaat natuurlijk berekend moeten worden. Ik zal nu al zorgen dat dat in het vet staat. Wat gaan we doen? Hier gaat, en ik kies het sommatieteken, de som moeten staan van B, C en D2. Dus dat klopt, dat zie ik hier. Ik druk op deze toets, dus accepteren. Je ziet dat de som van deze drie kolommen 12 is. Je kent de vulgrepen uit Calc. Ik sleep dit naar beneden en we zien dat het totaal van de verschillende rijen gewoon opgeteld wordt. Als we nu buiten dit object klikken, dan gaat hij het object vastmaken in ons writer document. Dus ik zal dat even doen. Ik klik daarop en je ziet een kadertje waarin dat de tabel of het Calc document eigenlijk geïmporteerd wordt. Nu, je kan dat overal gaan plaatsen, dat is geen enkel probleem. Waar moet je mee opletten? Je kent de vulgrepen, maar laat je hier niet vangen. Als je dit smaller maakt, dan gaat dat een beetje behandelen alsof het een grafisch bestand was en dan gaat het verkleinen. Dit zorgt er natuurlijk voor dat je opmaak niet mooi uitkomt. Dus wat dat je beter kan doen, is het volgende. Stel dat je zegt, ik wil alleen dit gedeelte in mijn kadertje krijgen. Dan dubbelklik je opnieuw op het object en je gaat gewoon dit object nu verkleinen. Dus als we zeggen, we maken dat wat smaller. We zorgen dat alles binnen beeld valt. En zo. En we maken ook onze rij wat kleiner. En je klikt er nu buiten. Dan ga je zien dat alles perfect binnen de cel valt. Het is nog altijd een werkbaar document. Hoe kan ik dat testen? Stel dat ik die A1 ga vervangen door bijvoorbeeld 10. Dan ga je zien dat het totaal moet aangepast worden. Ik dubbelklik. Ik verander die 1 in 10. Druk op enter. Je ziet dat het totaal mee aangepast wordt. Je drukt er buiten. En je ziet dat alles verwerkt wordt in het document. Uiteraard kan je hier de hele opmaak meegeven van de randen, 3D opmaak enzovoorts. En dat is een manier om te vertrekken vanaf een leeg document. Wat kan je nu nog doen? En dit is erg knap. Je kan documenten met elkaar gaan koppelen. Dus wat wil ik als voorbeeld doen? Ik doe deze tabel even weg. Het gaat mij nu om de bovenste tabel. Ik ga die als voorbeeld gebruiken. Dus ik ga deze tabel kopiëren. Dus ik selecteer ze gewoon. Ik druk rechtermuisknop. Ik kies kopiëren. Wat ga ik nu doen? Dan ga ik een nieuw werkbladdocument aanmaken. Ik sleep LibreOffice Calc binnen het scherm dat opgenomen wordt, zodanig dat jullie het ook kunnen zien. En hier ga ik het gewoon wegplakken. Dus ik kan dit icoontje kiezen, plakken en je gaat zien dat hij het zo goed mogelijk zijn best doet om de opmaak te bewaren. Normaal valt alles goed lezen. Ik zal die kolom een beetje breder maken. Deze ook en deze ook. Voilà. Je ziet dat de opmaak mee overgenomen is.
Wat het nog niet mee overgenomen is, is de formule. Dus je ziet dat hier, dit is geen formule. Als ik hier meisjes zou vervangen door 1000, dan zie je dat het totaal niet aangepast wordt. Dus dat ga ik even oplossen. Normaal gezien, als je vertrekt van een leeg kalkdocument en je maakt je volledige document, dan werk je uiteraard standaard al met formules. Dus hier zou ik het sommatieteken van kunnen doen, C3 en D3, dat klopt. Dus ik ga accepteren. Ik gebruik ook hier weer dit gedeelte voor naar beneden te slepen en dan ga ik eens testen opnieuw. Bij meisjes maak ik 3000 en je gaat zien dat het totaal aangepast is. Oké, dus onze tabel is een werkbare tabel. Nu wil ik op basis van die tabel een grafiek gaan maken en die grafiek wil ik gaan koppelen in ons writer document. Dus een grafiek aanmaken gaat vrij eenvoudig, dus ik selecteer mijn bereik waar ik de grafiek van wens te maken en ik druk van boven op het diagram icoon of je kiest via invoegen ook voor diagram. Dat blijft natuurlijk hetzelfde. Ook hierbij ga ik het voorbeeldvenster in beeld proberen te schuiven. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk genoeg is zo. Ik kies een diagramtype van het type kolom, maar ik ga het een beetje speciaal maken. Ik kies de 3D-weergave. Je gaat altijd zien, met het moment dat je hier iets selecteert, het duurt een seconde of twee en dan gaat Writer het automatisch ook aanpassen. Ik kies voor de cilinders. Het geeft een ander effect en je ziet dat de tabel aangepast wordt. Oké, ik zal heel snel de volgende dingen nog wat aanpassen. Wat is het gegevensbereik? Dat heb ik op voorhand geselecteerd, dus dat is prima. Volgende, je kan de gegevensreeksen hier nog gaan aanpassen. Nu zie je jongens, meisjes staan. Stel dat je het kolommetje van totaal wegwenst, kan je het gewoon aanduiden. Je drukt verwijderen, je wacht heel even en LibreOffice past het gedeelte aan. Nu komt natuurlijk dit niet meer zo mooi uit, dus nu zou je het gaan kunnen toevoegen opnieuw. Toevoegen, je selecteert voor welke kolom dat het gaat. Het ging over de totaalkolom. Je ziet dat er nog niet alles, de waarden worden niet mee opgenomen. Dat lijkt me logisch, omdat in het gegevensbereik wij deze kolom niet meer hebben geselecteerd. Dus als ik dat opnieuw doe, dan gaat hij dat wel mooi meenemen en gaat hij dat opnieuw berekenen en bewerken. Goed, we zaten aan deze stap. Dan kunnen we doorgaan naar de volgende stap en dan kan je nog wat gegevens aanpassen. Ik zie nu eigenlijk in mijn voorbeeld dat die laatste toren eigenlijk niet van nut is. Dus ik ga deze even wegdoen. Dus ik ga mijn gegevensbereik aanpassen en ik zeg het hoger cijfer hoeft die niet mee te nemen. Dus ik kies mijn bereik zo. Voilà. En dit gaat een propere verdeelde grafiek weergeven. Volgende. Geef een titel mee. Leerlingen te Genk. Een subtitel, het gaat over het schooljaar 2005-2006. Je ziet dat hij hier van boven die titels en die subtitels zal gaan aanpassen. Met het moment dat ik druk, gaat hij alles bijwerken. Moet er een legende staan op de X-as? Dat zouden we kunnen. Welke vorm bijvoorbeeld van onderwijs is het hier? Je gaat zien, hij gaat dat hier proberen bij te plaatsen. Maar dit is natuurlijk vrij logisch al. Dus ik laat hier de legende weg. Ik ga op de Y-as hierbij wel plaatsen dat gaat over het aantal leerlingen. Hij gaat het aantal hier proberen te plaatsen. De legende mag zeker getoond worden, de kleuren, maar hier neemt hij nogal veel plaats in, dus ik ga hem op de bodem plaatsen en dan ga ik voltooien drukken. En dan zie je dat de grafiek aangemaakt is. Het is een hele simpele grafiek, maar dat je het een en het ander nog kan aanpassen. Wat wil ik nu doen? Deze grafiek moet verwerkt worden in genk.odt. Dat is geen probleem, je zou het heel eenvoudig kunnen doen. Je zou deze kunnen selecteren, je zegt rechtermuisknop, kopiëren. Je gaat naar je writer document, je gaat naar de plaats staan, rechtermuisknop, plakken. En je gaat zien, hier staat de tabel. Prima, ook te dubbelklikken, geen enkel probleem. Je kan daar alle dingen nog in aanpassen. Je ziet, dat is volledig te bewerken. Nu, wat dat we nu hebben, is een niet gekoppeld object. We gaan hier iets veranderen, dat gaat uiteraard niet veranderen in ons document. Maar ik zou het heel knap vinden, en dat wil ik je gerust laten zien, dat als we iets veranderen in ons kalkdocument, bijvoorbeeld een waarde in onze tabel, dat ook deze grafiek automatisch mee bijgewerkt wordt. Dus ik ga dat even ongedaan maken, wat ik nu gedaan heb. Zo, en mijn object is weg. Ik ga je laten zien dat als ik hier iets doe, dat automatisch de grafiek al aangepast wordt. Dat zou geen enkel probleem moeten zijn, stel dat ik de meisjes op, en ik ga het heel extreem maken, 5000 zet. Dat zou hier een verandering moeten teweegbrengen. Ik druk op Enter. En je gaat zien dat die kolom natuurlijk rond de 5000 uitkomt. Of op 5000 uitkomt. En je ziet dat het automatisch bijgewerkt wordt. Nu, als we een koppeling gaan maken, gaat Writer altijd proberen om het
eerste object mee te koppelen. Wat wil ik daarmee zeggen? Je gaat hier kijken naar welk blad 1 is. En we staan hier nu op blad 1. En je gaat proberen dit allemaal te koppelen. Mijn bedoeling is dat die enkel de grafiek koppelt. Dus wat heb ik nodig? Mijn grafiek, deze grafiek, moet op blad 1 terechtkomen. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn eerste blad een andere naam geven. Of dit blad een andere naam geven. Gegevens bijvoorbeeld. En ik ga een nieuw tabblad maken. En dat tabblad noem ik grafiek. Zo, dat tabblad ga ik verplaatsen. Ik ga dat herslepen naar de eerste locatie. Ik pak op mijn gegevens tabblad mijn grafiek. Ik ga die knippen. En plak die op deze plaats plakken. Voilà. En zodanig weet ik, zo dadelijk Writer gaat proberen alleen dit object te plaatsen in het Writer document. Dus ik moet dit document natuurlijk nog een naam geven. Dus ik kies even bestand. Opslaan als. Ik had reeds een tabel van leerlingen aangemaakt, maar ik mag die nu overschrijven. Dus ik kies opslaan. Ben je zeker dat je dat wenst te vervangen? Ja, geen probleem. Dit bestand gaat opgeslaan worden. Nu kan ik dat al sluiten. Wat ik nu ga doen is dat document linken en we gaan dat testen. Dus we doen invoegen object, olé object. Geen nieuw object, maar een bestaand. Nu kan ik gaan zoeken naar mijn document. Dat ga ik doen. Ik weet dat het tabel leerlingen heet. Ik druk openen. Dan wordt hier alles ingevuld. Maar wat is het speciaal hieraan? Ik zou dat kunnen gaan koppelen. Dus als je dat niet doet, gaat hij het document gewoon importeren. Of de grafiek gewoon importeren, net zoals we daarvoor gezien hebben. Maar ik ga een koppeling proberen te maken. Ik druk op OK. Je ziet dat de grafiek ingevoerd wordt. Het is een beetje vreemd dat hij niet gevraagd heeft of dat het wel degelijk een koppeling moest zijn. Het kan zijn dat hij bij jou wel komt vragen, mag dat een koppeling zijn? Ik ga eens even proberen mijn document te sluiten. Je ziet dat hier de kolom van de meisjes van 2005... in het kleuteronderwijs erg hoog staat, die 5000. Dus we gaan eens proberen of dat de koppeling gelukt is. Ik sluit mijn document. Zo. Ik ga mijn ander document openen, mijn tabel. Ik ga op het tweede tabblad, ga ik van de meisjes terug 1000 maken. Ik ga eens naar mijn grafiek kijken. Die is inderdaad terug verkleind. Ik sluit mijn document opnieuw. Ik ga de wijzigingen opslaan. En nu ga ik mijn Genk's document opnieuw openen. Genk.odt. Hij gaat zeggen opgepast. Dat document heeft koppelingen naar andere documenten. Wil je de documenten verversen? Uiteraard kies ik ja. En we gaan kijken. Voilà, dit is wat we wensen te bereiken. De grafiek zelf is aangepast aan de nieuwe gegevens. Dus zo kan je perfect rapporten klaarstomen. En wanneer dat je gaat verwijzen naar kalkdocumenten of bijvoorbeeld grafieken, dan ga je zien dat die automatisch kunnen bijgewerkt worden, waardoor dat je altijd de nieuwste versie van je document kan afdrukken. Zo, dat was het koppelen van verschillende objecten.